vlees? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Vandaag een heerlijk gerecht uit de wereldkeuken. Ik maak vandaag hotdog met kip merguezworstjes, zelfgemaakte mohammara en Belgische kerstmaatjes. Als dat niet een wereldkeuken is, weet ik het ook niet meer. Ik begin met de kerstmaatjes. Die wil ik nog meer smaak gaan geven, terwijl ze al lekker zijn. Ik wil ze een klein beetje laten drogen. Doe ik dat in de oven. De oven is al volverwarmd op 170 graden. Dat komt omdat ik nu in een korte tijd dit wil gaan garen. Ik laat een aantal heel aan de tros. Ziet er lekker uit. En zorgt ook voor een hele andere smaak als ik ze heb gesneden. En de rest ga ik halveren. Nou, als je meer tijd hebt, kun je dit van tevoren doen. En dan op een lagere temperatuur, 90 graden ongeveer. En dan een aantal uren. Wat je dan krijgt, is dat het vocht gaat verdampen. En de smaak in die kersttomaat gaat dan intensiveren. Wordt nog lekkerder. Dus niks anders dan halveren. Ik doe er een heel klein beetje zout bij. Klein beetje, een klein beetje peper. Niet te veel, want je kan het je voorstellen als het gaat reduceren of een beetje inkoken. Dan wordt de smaak nog sterker, dus wees wel voorzichtig met peper en zout. Zo. Hey, twee tegelijk. En dan kan dit zo in de oven. En terwijl ik aan de mohammara ga, kan dat rustig gaan drogen. En voor mohammara heb ik een boterhamzakje nodig. Of een diepvrieszakje. En daar ga ik de geblakerde groenten in doen. Vertel nog eens, chef. Wat is dat juist? Mohammara? Je spreekt er ook zo mooi uit. Mooi, hè? Hoe zeg jij dat? Mohammara? Bijna. Mohammara. Mohammara is een soort saus gemaakt van paprika, peper, knoflook en vooral walnoten. En wat specerijen. Een soort spread. Dus die kan je ook gebruiken bij een metzentafel. Dus terwijl je heerlijk met brood en met baba ganoush en met hummus, kan je dat lekker bij serveren. En dan kan je een beetje dippen. En wat er peper in zit, is hij een klein beetje pittig. Wat ik nu doe, is het blakeren van het velletje. Paprikas kan je ontvellen door te schillen of om te monderen. Monderen is even kort in kokend water dan ijswater. Of het blakeren, dat is veel lekkerder. Ik heb hier inductie, dus ik kan ze niet op boven het vuur doen. Dat kan wel bij een gaspit natuurlijk. Dus ik doe het even met een brandertje. Maar als het heel mooi warm is buiten en het is barbecue weer, kan het ook op een barbecue. Dat doe ik sowieso als ik aan het barbecue ben thuis. En ik ben klaar met het vlees of vis of groente. Dan zet ik hem uit. En terwijl ik hem uitzet, zet ik daar vaak aubergines op en paprika's. En dan gaat hij heel rustig, wordt de temperatuur minder. Maar in de tussentijd ben ik iets aan het blakeren. Dus dan heb ik altijd vers geblakerde aubergines of paprika's. Wat doet dat juist met de smaak, chef? Ja, als je het gaat roosteren, dan krijg je echt een beetje een brandsmaak. Echt zo'n roostersmaak. Wat juist extra lekker maakt. Dus je kan hem ook in de oven poffen, zou ook nog kunnen. Alleen krijg je minder dat brandsmaak, die roostersmaak. Dus dit is tweeledig. Enerzijds krijg je dat het velletje gaar wordt en eraf gaat. En anderzijds krijg je een heerlijk geblakerde smaak. Een beetje een roostersmaak. En die ga ik dadelijk nog een beetje sterker maken door toevoegen van gerookte paprikapoeder. En dat is dan een kleine brandertje, dus je hebt even geduld nodig. Gaat dit te langzaam, kan je ook zo'n grotere kopen natuurlijk. Gaat net iets sneller. Maar dit is ook wel iets rustgevends. Voilà, en we hebben tijd, hè. Binnen de 20 minuten moet dit gerechtje wel te maken zijn, hè? Dat lukt. Binnen 20 minuten lukt dit. En als je met z'n tweeën bent helemaal, want dan laat ik iemand anders dit doen, dan kan ik lekker verder. Kijk, en als dit te langzaam gaat, dat kan soms wel eens. Deze chef is niet voor één gat te vangen. Had je niet verwacht, hè? Kijk, en hij helpt elkaar. En als je het gevaarlijk vindt om zo te doen met je handen, dan kan je maar een vork doen. Dan prik je de paprika in een vork. En dan zet je dit gewoon neer en dan kan je
De paprika eromheen doen, maar dan met een vorkje vast. Maar ik vind het wel iets hebben. Je mag nooit met vuur spelen, maar in de keuken mocht dit dan weer wel. En het velletje zou er straks dus op die manier ook makkelijker moeten afkomen. Ja. Kijk, straks is dit mooi geblakerd. Dan doe ik het in een boterhamzakje. En dan, doordat de stoom er vanaf komt, condens, krijg je dat die dan een klein beetje gaat doorgaren. Wordt het velletje zachter, dan kan je hem zo eraf schrapen. Dan is het velletje eraf. Dus het zwarte gaan we vandaag niet eten. Waarom kies je voor rode paprika's? Is daar eigenlijk een smaakverschil tussen rood, geel, groen? Welke kleuren heb je nog? Nee, de hamra is een rode saus. Daarom kies ik voor rode paprika's. Mm-hmm. En er zit wel een smaakverschil tussen de rode, groene en gele. De rode vind ik is iets zoeter. Maar het is vooral omdat ik een rode kleur wil hebben. Dus daarom gebruik ik de rode. Oké. Okay. Dit is de uitdaging vandaag. Het moeilijkste van het gerecht is het branden van de paprika's. De rest is allemaal makkelijk, dus als je het thuis maakt, ben vooral ontspannen met dit. En de rest gaat dadelijk vanzelf. En je kan natuurlijk ook voorgepofte paprika's gebruiken. Die ga ik dadelijk wel gebruiken in de garnering. Alleen nadeel van de voorgepofte paprika's aan deze... Je hebt minder een brandsmaak, een roossmaak. Je hebt vooral een beetje een zuurige smaak. Door azijn waar ze opgelegd zijn. Maar het zou ook nog kunnen. Wat een tof geluid ook. Zeg je? Het pofgeluid is nog een tof geluid. Een pofgeluid is een tof geluid, inderdaad. Toffe gepofte paprika's. Zo maak ik trouwens ook mijn paprika- en tomatensoep. Als ik paprika's heb en tomaten, doe ik die ook allebei poffen. En dan maak ik pas de soep daarna. Dat is één. Dan zorg ik wel dat die dicht is, want dan blijft de warmte er mooi in. Dan kan die andere zo bij. En dus hoe lang laat je die nu nog in het zakje zitten? Zodra ik gepoft zijn, dan laat ik ze ongeveer 5 minuten in een zakje zitten. Ja. Dus puur dat het velletje daar eruit kan. Mm-hmm. En dan kan ik ze daarna verder bewerken. Deze is bijna leeg. Deze gebruik ik voor de helft. Dan doe ik de pepertjes. De pepertjes laat ik vooral met zaadlijsten eraan. Want voor mij mag die wel een klein beetje pit hebben. Die gaat natuurlijk iets sneller. Als je niet van pittig houdt, kan je de zaadlijsten eruit halen en de pitjes. Dan is het iets milder. Heb je nog wel wat pit, maar niet te sterk. Dus als de kinderen mee eten, dan laat ik de pitjes eruit in de zaadlijsten. En vandaag eten ze niet mee, dus nu laat ik ze er mooi in zitten. Vind ik zelf veel lekkerder. En je kiest voor rode pepers opnieuw voor de kleur, omdat het rode zout is. Ja, als je echt heel veel pit wil, dan pak je een sterkere pepertje. Madame Jeanette bijvoorbeeld, of rawiet. Maar ik hou dan echt een beetje voor de kleur hou ik de rode peper aan. En die heette Madame Jeannette? Madame Jeannette. Nog nooit van gehoord. Niet? Nee? Dat is een super sterke peper of zo. Ja, dat is een gele peper en die is veel kleiner. En die zijn echt wel heel erg pittig. Dat is wel... Alright. Als je echt van pittig houdt, zou ik daarvoor gaan. Oké. Okay. Deze gaat echt een stuk sneller. Dan hou ik het bij 1 pepertje, want ik ga wel de zaadlijst gebruiken. Dus ik hou het op 1 pepertje. Kijk, je ziet nu ook al in het zakje, zie je dat die een beetje wit wordt. Dat is de condens. Mm-hmm. Die ga ik lekker laten garen. En dan heb ik een knoflookje nodig. 2 knoflookteentjes. En dat mag best wel goede teentjes zijn. En wat ik een van de meest onzinnige... gereedschap vinden in de keuken is een knoflookpers. Het kost mij meer tijd om hem schoon te maken dan te gebruiken. Dus wat ik al vaak doe is de onderkant ervan afhalen. Die is hard. En dan plet ik hem met mijn gewicht. Dan pelt hij heel makkelijk. En dan kan dit zo erin dadelijk. Maar omdat ik toch moet wachten,
een klein beetje snijden. Ja, zijn er zo tools? Want het programma heet Snel, Makkelijk en Lekker. Waarmee je nog sneller, makkelijker en lekker kan koken. Ja. Tools onmisbaar in jouw keuken. Ik vind het makkelijkste, het belangrijkste wat je nodig hebt in de keuken zijn goede gereedschappen. Bijvoorbeeld een goed mes. Maar zeker ook zo'n keukenmachientje waarin je alles hakt. Want muhammara kan je ook maken. Gewoon zo, gewoon met de hand, zeg maar. Maar daar gaat echt veel tijd in zitten. En nu met zo'n machientje, ja, alles gaat erin. En je bent er. Dus ik doe alvast knoflook duw ik er alvast in. En dan wat specerijen. En voor de specerijen heb ik een aantal lekkere specerijen. Ik had net al gezegd, met die dus gerookte paprikapoeder, om die roostersmaak iets meer te intensiveren. Dan heb ik hier lekker kaneel. Kaneelpoeder. Is ook iets echt van de Arabische keuken. Kaneel bij harte gerechten. Vaak wordt kaneel natuurlijk gebruikt bij zoete gerechten. En komijn. Dan heb ik daar tomatenpuree bij. Ook weer rood, licht zuurig. En zorgt ook voor de binding. Die maakt hem iets dikker. En dan voor een lekker zuurtje. Heerlijke granaatappelmelassen. En granaatappelmelassen. Oh, is lekker. Is eigenlijk niks anders dan ingekookt granaatappelsap. Als je dit niet kunt verkrijgen, moet je toch even een beetje best doen om te zoeken. Want dit heb je eigenlijk echt nodig. Dit kan je niet echt vervangen. Wil je hem vervangen, ja, zou je iets van stroop kunnen doen en een beetje azijn. Dan kan je het een beetje benaderen, maar toch niet helemaal. Toch niet helemaal. Ik zal de eerste eruit halen. En dan een papiertje erbij. Kijken wat je dan wil bereiken is. Dit is wat je wil bereiken. Je kan ze afschrapen. En hoe langer je dit laat staan, hoe makkelijker het wordt natuurlijk. Alleen ik zit een klein beetje aan mijn tijd. Ja, de tomaatjes zitten nu een dikke 10 minuten in de oven. Dat is oké, dat gaat goed. Ja, dat gaat goed. Okay. Die wil ik tot het laatst bewaren. En ook met de tomaatjes. Het is natuurlijk omdat het een snel gerecht is. Dan doe ik ze op iets hogere temperatuur en laat ik ze iets langer erin. Alleen als ik dus meer tijd zou hebben, dan zou ik ze op een lagere temperatuur en dan nog langer. Maar dit kan je nu wel hebben, de temperatuur en de tijd. Kijk, en als ik dit gesneden heb, of sorry, als ik dit geschrapen heb, dan kan ik hem snijden. En wat ik dan doe is steeltje indrukken. Ja, dat kan je gewoon zo doorduwen. Ja. Handig. Pitch eruit. Ja, ik hou van een beetje structuur in mijn keuken. Daarom ook een servetje, dan kan ik hem daar makkelijker schoonmaken. Ook hier weer de zaadlijst en pit eruit. Die zijn niet pittig. Maar is puur om het dan iets netter te houden. En ook hier ga ik mijn machine een beetje helpen. Door het iets voor te snijden. Want het meeste werk voor onze hotdog zit hem nu eigenlijk in de muhammara. Ja, de muhammara is het meeste werk straks. Saus, ja. Alleen nog even de uien snijden en dan de rest bakken. Alright. Dus dit is het meeste werk. Maar die saus zou je ook nog als aperitief dip kunnen gebruiken? Of ja. Hoe lang zou je die kunnen bewaren in de koelkast? Ja, als je deze maakt, en dan zou je een paar dagen in de koelkast kunnen bewaren. Ik denk een dag of twee kan je die bewaren. Ja. Als je dan nog overhoudt. Kijk, en ik wil hem dus met zaadlijst. Ik doe een halve met zaadlijst, een halve zonder. Puur ook om te laten zien hoe je het eruit moet halen. Kijk, dit is met zaadlijst. Die maakt hem iets pittiger. Wil je de zaadlijst er niet bij hebben, dan is het niks anders dan het mes erop leggen en voorzichtig eraf halen. En wat je nu dus absoluut nooit moet doen, is in je ogen wrijven of ergens aanzetten. Want die pittigheid van die pepers en die zaadlijst zit dus ook aan je vingers. En als je dan in je ogen smeert, dan ga je dat voelen. Niet doen. Ik hou het bij deze paprika. Kijk, en dan nu is mijn snijplank al meteen schoon. Ik zeg altijd, ik geef ook les, ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, rust op de werkbank is rust in je hoofd. Dus dan is dit even mixen. Over makkelijk gesproken. Anders had ik het met de hand moeten doen. We gaan het toch even proeven. Kijk wat die zaadlijsten doen.
Wat proef je? Hij is een beetje zuurig. Hij is een beetje pittig. Lekker fris. Toch een roostersmaak. Dan de walnoot erbij. Ik doe de walnoot altijd als laatst. En dat doe ik omdat ik nu kan bepalen hoe dik ik het wil hebben. Dan wil ik wat structuur hebben, natuurlijk heel kort blenderen. Wil ik minder structuur hebben, is het... Zo. En dan meteen door. Want de muhammad is nu klaar. Zet ik mijn pannetje alvast aan het verwarmen. Doe ik daar alvast een beetje olie in. Want daar gaan de hotdogs in. Ik heb dan kipmergesworstjes. En een rode ei. Ik bak ze tegelijk. En dan wil ik een deel van die uien wil ik rauw houden. Want rauwe uien smaken anders dan gebakken uien. Dus een deel ga ik meebakken. En een deel hou ik apart. En dan als de hotdogs of als de kipmergesworst in de pan zitten, kan de tomaten eruit. Dus terwijl ik aan het snijden ben, ben ik al aan het denken, wat wil ik nog meer doen? En dit geeft mij rust in de keuken. Een beetje snijden. Een deel hou ik apart voor de garnering. En de rest gaat in de pan. Samen met de worstjes. Ik heb dan gekozen voor kipmergesworstjes. Normaal gesproken heb je vaak heb je dan lams of rund. Dit kan me graag. En dan is het even tijd om liefde en aandacht te geven aan de tomaatjes. Mijn bril raakt er beslagen van. Maar dit is wat je wil hebben. Lekker warm. Hier zie je dat die tomaten mooi geroosterd zijn. Heerlijk. En dan kan ik al rustig gaan nadenken over het opmaken van het gerecht. Ik wil een snijplank. Dan heb ik de hotdogs. Mijn kinderen zijn gek op hotdogs. Ik zelf ook. Zeker als ze zo pittig zijn als nu. En wat ik dan altijd doe, is het broodje alvast klaarleggen. Niet helemaal doorsnijden, want het lekkerste om hem zo vast te pakken natuurlijk. En dan soms als ik geen zin heb, dat komt niet vaak voor, maar als ik geen zin heb, dan heb ik alles los. Dan kan iedereen aan tafel zelf zijn of haar hotdog opbouwen. Kijk. En dan, omdat het toch niet pittig genoeg is, doe ik er toch een klein beetje harissa erbij. En harissa, of harissa, is Tunese peperpasta. Dat zorgt dan voor net een meer pit. En deze is ook lekker kruidig. Deze smaakt ook een beetje naar korianderkorrels. Een beetje citrusachtig. Geeft een hele mooie smaak. Dit is een mooie tegenhanger van die lekkere kipmergesworstjes. En daar doe ik er een klein beetje mayonaise overheen. Zorgt ook voor een contrast. Ik ben altijd aan het zoeken naar balans tussen zoet, zuur en hartig. Oh, dat ziet er al lekker uit. Want zo'n mergeworstje is op zich ook al een beetje pikantere. Of wat is zo het geheim van een goede mergeworstje? Het geheim van een goede mergeworstje is vooral de kruiden die erin zitten. En ook daar weer een wisselwerking tussen pittig en een beetje hartig. Vind ik altijd heel lekker. Maar ik hou dus wel echt van kruidige worsten. Daar hou ik heel erg van. Oh, dat gaat lekker. En dan kan ik dit gaan opmaken. En met hotdogs. Mijn eerste hotdog heb ik gehad in New York. Dat was een halal hotdogverkoper. En die verkocht dan hotdogs, maar hij deed dan ook sauerkraut erbij. Zuurkool. Vond ik echt fantastisch. Dus je kan hier ook zuurkool bij doen. Je kan hier gesneden witte kool doen, dus gewoon rauwe kool. Je kan sla erbij doen. Je kan eigenlijk zelf kiezen wat je lekker vindt. Het is net wat jij lekker vindt en waar jij gelukkig van wordt. En ik doe gebakken uitjes erbij, want het geeft een lekkere krokantje. En dan uiteraard de heerlijke muhammara. En vooral die walnoten, die maken dit heel speciaal. Ik doe daar best wel een lepel op. Poh.
En dan, om het nog iets zuurder te maken, heb ik gepofte paprika's uit pot. Die geeft dan weer een andere smaakbeleving. En ook niet veel. Paprika op paprika. Ik vind jullie allemaal verdacht stil. Nee. De pan pruttelt. Dat vertelt al veel, hè? Oh. Die kookgeluiden. We zijn ook allemaal aan het watertanden op de set. Daarom worden we een beetje stiller. Ja, die kipmergersworst zijn dan gaar als de binnenkant mooi droog is, wit is. Dan heb ik die heerlijk gebakken uitjes. Als de Belg naar een voetbalmatch gaat, dan eet hij sowieso ofwel een hotdog ofwel een hamburger. Hoe zit dat bij de Nederlander? Ja, ik ben niet zo heel vaak naar een voetbalwedstrijd gegaan, omdat het voor mij te druk is. Mm-hmm. Maar ik heb de keren dat ik geweest ben, zag ik vaak bij het stadion inderdaad van dat soort foodtrucks staan. Met hotdogs, met hamburgers, dus dat wordt ook wel gedaan. Ik doe het vooral op woensdag, als mijn kinderen van school komen. Dan vind ik het lekkerst, want dan hebben we iets makkelijks tussen de middag. En dat serveer ik dan. Voilà. Kijk. Snel, makkelijk en lekker, toch? Snel, makkelijk en lekker. Als je een grote gasbrander hebt, is het nog sneller en nog makkelijker. En dan als laatste. Deze wil ik niet wegdoen, want die zijn veel te lekker. Mijn eerste chef-kok zei altijd, je hebt voor alles betaald. Dus alles gebruiken. En dan ook weer voor de balans. Om dan net iets zachter te maken. En omdat ik het gewoon heel erg lekker vind. Oh. En dan heb je hier een heerlijk gerecht uit de wereld te keuken. Hotdog met kipmergersworstjes. En dan, als dit allemaal te snel ging, terwijl het een snel, makkelijk en lekker gerecht is, www.niam.tv om na te kijken. Dan die heerlijke tomaatjes. Wat een knapperd. En dan heb je hier een heerlijk gerecht uit de wereldse keuken. Hotdog met kip met gasworstjes, zelfgemaakte mohammada en kersttomaatjes. Kook en eet met heel veel liefde, plezier en goesting. Morgen kookt Bert Meeuwis snel, makkelijk en lekker. Hij zet dan een visgerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot Njam.